De gemeenschap van het inheemse dorp Witsanti eist dat de regering de uitgifte van grond aan de NV Luchthavenbeheer binnen haar grondgebied spoedig terugdraait. Gebeurt dat niet, dan zal ze naar het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof stappen. Dit is vandaag via een petitie aan vicepresident Ronnie Brunswijk meegedeeld. Hoofd Basha, Michael Swedo en kapitein Patrick Mande zijn op een persconferentie nader hierop ingegaan. In 2007 heeft de directie van het luchthavenbeheer van Zanderij geprobeerd om de concessiegrond om te zetten in grondhuur. Na protest van de inheemse gemeenschap van Witsanti is het met tussenkomst van de vereniging van inheemse dorpshoofden en de minister van transport, de minister van TCT, toen is het on hold gezet. Na zoveel druk, na zoveel strijd, dan hadden wij als inheemse geloof gehad in een partij die zich profileerde te zouden de inheemse grondrechten te zouden erkennen. Maar wat blijkt dat zonder afstemming, zonder toestemming, zonder rekening te houden met de gemeenschappen van Witsanti, dat men toch in 2013, februari 2013, de luchthavenbeheer toestemming geeft om hun meer dan 800 hectare grond op beschikking te krijgen. Protesten van de gemeenschap tegen de volgens hen slinkse gronduitgifte hebben niet geholpen. De DC Delano-Wouterse Highway blijkt een bedreiging te worden vanwege nieuwe of hernieuwde grondaanvragen. Dorpskapitein Patrick Mande vraagt zich af hoe de gronduitgiften vereffend zullen worden. Volgens hoofd Basha Swedo gaat het om een vrij groot gebied dat is uitgegeven. Wat de vraag nu is, worden wij gecompenseerd of worden de plantages gecompenseerd? Of wie wordt dan gecompenseerd? Is er afspraken daarover gemaakt? Ik wil niet op gladheid begeven om een exacte hectare te noemen. Maar we rekenen zo ongeveer bij de 1000 hectare samen hoor, van alle beschikkingen. Maar voor mijn verontschuldiging, is geen exacte, ik zeg een schatting. Het is niet de bedoeling van Witsanti om 100 jaren te wachten. We houden een beetje rekening met de komende feestdagen. Maar er is nog een januari. Ja, we verwachten dat mensen te worden uitgenodigd. Gebeurt dat niet, komen we met een tweede petitie. Ja, laten we proberen. Februari komen we met een tweede petitie. Tot zover hoofd Basha Michael Swedo van Witsanti vandaag op een persconferentie. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vanmorgen aan de dorpsvertegenwoordigers meegedeeld dat ze spoedig worden uitgenodigd voor een gesprek.